Hey allemaal, welkom bij weer een nieuwe video en deze keer een DIY neon flamingo. Om deze DIY te maken heb je nodig onder andere ledwire in elke kleur die je wil. Ik heb gekozen voor roze en voor het voetje gebruik ik klei. Van de ledwire die ik hier gebruik zal ik een link onder in de omschrijving zetten zodat jullie hem zelf ook kunnen kopen. Verder rest wat je ook nog nodig hebt is wat dik metaal buigbaar draad. Ik heb hier gekozen voor 2 mm dik en die heb ik gewoon gekocht bij een hobbywinkel. Voordat ik begon heb ik alvast een flamingo vorm uitgetekend op papier. En dat is meer om mezelf het eigenlijk gemakkelijk te maken. Tussendoor doe ik met plakbandjes het vastzetten aan het papier. Omdat sommige bochten toch wel iets moeilijker waren vanuit zo'n hele haspel vol met draad. Klaar, leggen we deze aan de kant en gaan we verder met de klei. Dit is snel drogende steenkleurige klei van de Action. Deze moet je eerst even van tevoren goed kneden en daarna maak ik het eigenlijk plat. En door middel van een verfflesje doe ik eigenlijk een beetje de vorm maken van het houdertje. Het verfflesje dat ik hier gebruik is namelijk bijna net zo groot als de adapter die bij het ledwire inbegrepen zit. En daar maak ik eigenlijk het voetje van. Eenmaal als het voetje klaar is, prik ik met het ijzerdraad gaatjes naar beneden door de klei heen. En maak ik een gaatje in het midden waar ik dadelijk de aansluiting doorheen kan halen van de wire zelf. Verder pak ik nou water, want het is klei die je door middel van water helemaal netjes glad kan maken. Om ervoor te zorgen dat alle kleine scheurtjes eruit zijn. Aan de kant te leggen om te laten drogen. In de tussentijd ga ik verder met de flamingo en hierop de draad bevestigen. Ik gebruik hiervoor mijn lijmpistool. Persoonlijk vond ik dit een beetje tegenvallen. Het werkte niet goed mee. Hij liet vaak los. Dus ik raad eigenlijk aan om iets van een seconde lijm te gebruiken om er zeker van te zijn dat hij goed vast zit. Heb je zoiets van ik wil dat het project zelf iets is wat tijdelijk is en wat ik eventueel nog kan veranderen qua vorm later. Dan kun je er ook voor kiezen om gewoon doorzichtige tape te gebruiken en om de 3 centimeter ongeveer of 5 centimeter deze vast te tapen. Toen de draad eenmaal vast zat aan het metaal, haal ik deze door het gat heen van de houder die ik van tevoren had gemaakt en bevestig ik deze door de extra stukje ijzerdraad dat over was eigenlijk om te draaien als een soort haakjes. Overige draad haal ik eromheen. Je kunt het eraf knippen, maar ik ben een persoon die graag dingen doet veranderen. Dus daarom dat ik de oorspronkelijke draad eraan laat zitten, zodat ik deze eventueel later nog in een andere vorm kan maken. En toen was hij klaar eigenlijk al. Deze ledwire heeft de optie van blinken op 2 verschillende poses nog bij en gewoon vast licht geven. Ik vind hem heel leuk gelukt en al met al is het flink wat goedkoper als degene die je allemaal in de winkels voorbij ziet komen. Hopelijk vonden jullie dit een leuke video. Als je deze video leuk vond, vergeet dan deze vooral niet een duimpje omhoog te geven. En wil je dit soort video's vaker zien, doe je dan ook vooral abonneren op mijn kanaal. Tot de volgende keer weer. Doei!